Goedemorgen, welkom op het YouTube-kanaal. We vonden het eigenlijk aan middag, want we hadden een heel erg chaotische ochtend. We moesten er terug eventjes inkomen, denk ik, nadat we een paar dagjes in Praag zijn geweest. Maar dat is nu toch allemaal weer terug in orde. En ja, ik ben dus nu net middag geworden, dus ik dacht, ik ga even nu snel eten. Dus even wissel tussen de ochtend ontbijters en de lunchers hier in onze zaak Geoti, in ons koffie- en theehuisje. En ik dacht, ik ga zelf iets heel gezonds klaarmaken. En het is vandaag een broodje met dan daarop een smeerkaas, komkommer en bieslook. Ziet er zo uit. Zo. En dan daarbij een heerlijke smoothie. Die vind ik echt zo, zo lekker, onze smoothies. En het is ook heel erg grappig, want we krijgen best nog wel vaak kijkers op de vlog. Dan zeggen ze, ja, ik wil eigenlijk graag de smoothie proeven die we hebben gezien in het filmpje. Ja, ik heb echt heel erg veel favoriete smoothies. Momenteel ben ik er eentje aan het drinken met aardbei en banaan. En dan ook nog een paar geheime ingrediëntjes. Dus ik ga het ook natuurlijk ook niet zomaar allemaal eigenlijk prijsgeven. Maar we hebben dus heel veel verschillende smoothies hier bij Geoti. En ja, we drinken ze zelf ook heel graag. Dus daarom dat ik er nu weer eentje heb klaarstaan. Het was weer een heel erg drukke dag. En we hebben nu ook alles afgesloten beneden. Dus nu hebben we weer een beetje vrij. Ja. Hebben jullie vandaag helemaal eigenlijk al gezien in de bouw? Denk het nog niet. Nee. Goedemorgen. Goedemorgen deze avond. Goedemorgen deze avond. Zeg, schat. Ja? Doe eens even je oog dicht. Een ogen dicht? Oog okay. Dicht. Oei, telefoon. Mop, blijf met je ogen dicht, hè. Oké. Okay. Hallo. Ah, mijn mama. We zijn terwijl aan het vloggen, hè, mama? Mama? We zijn terwijl, je bent momenteel nu in de vlog. Ah ja, ah, nee, toch ja. Hè? Ja. Mijn mama, ik was net met mijn mama aan het bellen en de telefoon van mijn mama die viel uit. Hij viel uit, hè? Ja, ja. En nu bel je met de telefoon van Filip, hè? Van Filip, ja, ja. Ja. Ja, ik moet nu even een beetje doorvloggen, want Janine zit hier met haar ogen dicht en anders. Het is voor een. Ik weet nog altijd niet waarom ik met mijn ogen hier voor een kleine verrassing. Dus, verrassing. Dag mama. Ja, nu. Zeg nog eens iets tegen de kijkers. Ja, salut, dada. Dada. Oké. Ik sta hier altijd met mijn ogen toe. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, ik denk het wel. Doe je ogen maar open. Wat is dat? Ja, dat moet je even bekijken, hè. Oké. Okay. Het is een... Wat is het? Het is een snurkpyjama. Het is een nieuwe. Ja. Ja, die is echt kei tof. Ik heb deze ook gedragen op de catwalk een tijdje geleden. Ik vond die toen zo, zo schattig en zo mooi. En nu heb je hem voor mij aangekocht. Dankjewel, te lief. Tof, hè? Ja. Een snurkpyjama voor jou. Dank je. Dat zit volgens mij wel heel comfy. Ja, ik vind die echt super, super goed zitten. We hebben er ook kan je hem voor de rest van de avond aan doen? Ja, ik kan hem voor de rest van de avond aan doen. Zelfs vanavond nu dat we bezoek krijgen. Want mijn mama en mijn siwapa en mijn broer, als een Tom komt te bezoek. Dus snel omkleden maar. En een pyjama aandoen. En wat sta hier mooi te wezen. Mooi, hè? Je past echt perfect gewoon. Ook nog zachtjes in mijn broek. Dat is echt heel erg top. Terwijl ben ik hier ook nog eens aan het kokerellen. Ik heb hier allemaal courgetten in stukjes gesneden. Courgetten. Courgetten dus. Met een beetje olijfolie, peper en zout erover. Kersttomaatjes, dat ga ik straks allemaal in de oven stoppen, zodat we lekker gegrilde groentjes hebben. Terwijl ben ik ook al bezig om in onze Philips airfryer nu frietjes aan het voorbakken. Ik zal even tonen. Zo. En het handige is, je ruikt dat niet. Ik haat gewoon een frietketel voor de geur. En daarmee vond ik het nu wel handig. Dus ze ruikt niet zo vettig, bedoel je? Ja, jij hebt dan niet zo die hele vieze frietgeur. Zo. Dat heb ik niet met er komt niet zoveel frituurolie aan te passen. Er komt helemaal niet zo'n frituurolie aan te passen. Ik heb het er gewoon in gestoken. En het maakt zich vanzelf klaar. Hier zijn al frietjes die een beetje zijn voorgebakken. Dat is wel heel lekker. Dus ik dacht, ik vind het handig om toch een beetje frietjes ook wat voor te bakken. Als je dat er wel met z'n vijven zijn straks. En dan gaat het gewoon veel sneller als je mama er is. Dus wel lekker. En wat gezellig gedekt, zeg. Oh ja, gedekt. Ja, er ligt nog niets op de bordjes. Maar straks wel, dus. Ziet er leuk uit. En in de tussentijd is ons bezoek hier.
En Jan is hier al op zijn gsm, op zijn smartphone bezig. Zo, en zijn, de krant geven. Zijn normale taak terug laten doen. Ja, normaal gezien, als wij eten, dan gaat Jan, Tom, daar is een plekje voor jou. Jan moest geen soep. Dus normaal gezien, als wij eten, dan is Jan altijd de krant aan het lezen. Maar daarmee, we hebben er ook eentje nu voor hem. En de soep die staat hier al klaar. En we gaan nu allemaal gezellig genieten. Ziezo, de steekjes die zijn hier lekker aan het bakken. En zoals jullie misschien al weten, heb ik een tijdje geleden kruiden besteld. Dat zijn de Red Flakes Salt Flakes. De Red Wine Salt Flakes bedoel ik. Van Mil & Mortar. En die zouden perfect zijn voor op een steek. Dus die ga ik even uittesten. Even zien of het er echt lekker bij is. Ja, ik ben zelf vegetariër. Maar mijn mama en Jan en Jeno zijn een heel goed proefkonijn, denk ik. Ja, een potje openen is niet zo gemakkelijk, maar gelukkig is mijn mama er ook om een beetje te helpen. Amai! Ziet er mooi uit, hè? Ja. Ja. Beetje op de steek. Ziezo. Maar vind het ook wel een interessant potje, precies. Met rode wijn. Ja, en het ruikt echt heerlijk. Ik moet er eens aan ruiken. Mm. Lekker, hè? Mm-hmm. Ja? Ziet het er maar op zat. En kijk, het hier is gezellig zijn. En wat ziet het er allemaal lekker uit op die gekleurde borden. Het ziet, ziet er echt lekker uit, hè? Zo. Ja, ziet er ook. Bij jou moet ik hier op jouw bord kijken. Jouw bord is heel mooi, ja, artistiek ingedeeld. Ja, dat vind ik ook, ja. Ja, ik heb het dan ook zelf gedaan, natuurlijk. Ja, ja. Zeg smakelijk, iedereen, hè? Smakelijk. Het eten was echt super lekker. Dat is waar. Ja, mama vond het ook lekker. Zalig lekker. Slim was een echte keukenprinses. Ja, ja. Ik vind het ook. Ja. En nu als de sterretje hebben we kunnen... op de hartste en... blazen. Nee. Allemaal blazen. Ja. Lekker. Smoothie. Ja, we hebben dus nu een smoothie klaargemaakt. En kijk, we hebben trouwens twee verschillende. Mijn mama heeft een andere hand. Zij mag dus geen banaan eten. Jan heeft dezelfde en ik. Ja, je hebt dezelfde. Mijn mama heeft eentje met daarin bosvruchten. En ook een heel klein beetje gin, dus eigenlijk een cocktail. Ik wist wel dat ze het lekker in vinden. Maar dit is dus echt mijn favoriet ook. Die vind ik ook zo lekker. Die drink ik verschillende keren per dag. En heel lekker, verschillende keren per dag. Dus het is gewoon zo'n lekker smoothie. Kijk, bij mij zit er kikkers in. Ja. Ik zie nergens kikkers in uw glas, hoor. Volgens mij omdat ze iets wijs gemaakt hebben. Ja, denk je dat? Ja, dat ben je dan zeker. Het was een hele leuke avond. En nu ga ik afsluiten met mijn Switch. Ik speel terwijl Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Een echt tof spelletje. Waar je samen met Rabbids en met Mario en company een heel leuk avontuur tegemoet gaat. Je moet eigenlijk, het is een heel strategiespel en je moet tegenstanders uitschakelen. En ook af en toe wel eens puzzels oplossen, zoals nu. Want hier heb ik een stukje brug. En dat moet ik zien te vervolledigen. En ik moet die andere stukjes brug dus ergens zien te ontgrendelen. En daarvoor moet je soms door kanonnen gaan, zoals deze. Ik zal er even in gaan, hè. Wacht, kijk. Zo. Hopsa. Hopsa. En daar zie je een knopje. Zie je die groene? En als je daar dan op drukt, activeert... Dan wordt er wat geactiveerd, ik weet niet wat. Zo, daarmee draai je het kanon. Dan kan je naar de andere richting schieten. Even doen. Zo, hier zijn blijkbaar muntjes te vinden. En zo verder en zo door. Het is een heel erg tof spelletje en ik ga het nu eventjes verder spelen. Bedankt om te kijken naar deze video. Doe zeker de duimpjes omhoog als je hem leuk vond. En vergeet je niet te abonneren mocht je het niet gedaan hebben. En heel graag tot een volgende keer. Dag! Tot ziens! Doei! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.